Lange wap, wap, wap van de Wapperbrug was de schrik van ons oude stee. Trappen, trap, trap, trap liep hij o zo vlug en hij liet geen mens meer vree. Als hij wou, dan werd hij o zo groot gelijk een ordentelijk huis en wipte later door de goot weer zo klein gelijk een muis. Gelijk een muis. Dat is wel in het oud Nederlands dat je dat zingt, hè? Ja, dat is nou niet, dat hij was nooit in het Antwerps gezongen, hè? Nee. Nee, dat die lange wapper. Onze grootmoeder zong dat. Ja, die was van Temse afkomstig, hè? Nee. Ja. En die kwam bij ons thuis straken, hè? Mm-hmm. En dan, terwijl ze dan aan het straken was, zong ze dat lied. Mm-hmm. En dan zaten we onder die tafel zo, in die maand met dat goot wat te spelen, hè? Zo wat te verkleuren, of ik weet het al niet wat. En dan zong onze grootmoeder dat. En als ze ons soms kwam wassen, zaterdags kwam ze ook helpen als we in bad moesten. Hè. En dan vertelde ze van Lange Wapper, dan vertelde ze van die verhalen, dat dan een plaaggeest was. En dat die in de cafés binnenkwam en dan dronken met dat eten en hij verdween ineens. En dan liep de cafébaas liep dan buiten voor te zien waar het hier gebleven was. Hè. Ja, ja, ja. En dan hoorden ze zo'n graanslag zo. Dan zagen ze, dat was soms wel bang bij je. En dan, ja maar zei ze, je moet er niet bang van zijn. Want in feite zijn dat allemaal maar verhaaltjes. En dat was eigenlijk, als de mensen in de donkere naar huis gingen, vroeger werden de straten nog verlicht met gaslantaarns. Ik heb dat trouwens nog geweten. Ja, ik heb dat nog geweten. En die vlammetjes in de wind bibberden die zo wat. En die schaduwen die bibberden dan ook. En daar waren de mensen er maar bang van. Hè. Die verhaaltjes die werden gemoeilijk verteld dat we in bad zaten. Zo, hè. Ze kwamen ons aan wassen zaterdags. Hè. Ja, ja. We waren dan met vier kinderen hier, dat die alle vier in bad waren geweest. Hè. Dan moest die badkoop altijd uit. Maar was dat één keer per week? Of? Ja, toen gingen we één keer per week in bad. Ja, ja, toen, ja, ja, ja. We werden wel alle dagen grondig gewassen, maar in bad dat was ik niet in die tijd. Hè. Ja, ja. Een lange wap, wap, wap van de Wapperbrug was de schrik van ons oude steen. Een trappe, trap, trap, trap en ik kwam zo vlug en dan liet geen mens mee vrij. Als een wel dan weer een man zo groot als een ordentelijk huis en wiepte later deur te groot voor zo klein gelijk een bos. Leo, een heel simpel vraag. Wie was Lange Wapper? Lange Wapper, dat was een Antwerpse kwelgiers bij jou het stik eigenlijk. Ja. Hij had eigen waarheid aan zijn kinderen vertellen, dan gaat dat altijd over feikjes en smurfjes en elfjes. Vreugde was dat zo niet. Als je met je grootvader boven in de kelder vol zat, dan worden altijd verholen van Lange Wapper gaat de kamer holen, dat je de ik niet gewassen en Pietje de Doet komt. Van waar komt dat vooral? Want die vindt dat niet één bestond. Nee, nee, die zijn niet bestond, maar vreugde een wapper. We kennen ook de pluts de wapper om de meer, hè, vanuit Rubensoos. Dat was even de vester in de rode vreugde, zo'n prijgelmotig afstanden, zo'n soort wiep, twee polen met een dwars ertussen. Die had kon scharneren in middelen. En er ook een koer om in een leren zak. Ja. En dat was voor water wat die vis te talen. Oh god zeg. Zolde die eruit, die daar een halve teur, hangt er tegen de grond en daar is je zak aan het water. En dat was het water dat de mensen gebruikten eigenlijk voor te wassen en te plassen en te kussen en te doen. Hè. Ja, ja. Dus kun je gewoon denken in die tijd dat je in een donkere met een stukje foto naar de was kwam en die zakje lag er te waaien erboven. Ja. Dat was zo, ik heb Lange Wapper gezien eigenlijk, hè. Dan krijgen ze schrik. Hè. En in het leken zeggen ze van, de ene keer is hij mijn moos, de andere keer werd hem zo groot als een huis. Ja, ja, maar die kon ze nog eigen transformeren, hè. Volgens de verhalen. Een moosje, een zwarte kat. En op het ogenblik dat hij dan met geen koeien uit, dan groeide hem en dan groeide hem en dan groeide hem. Ja. Ja, om de deur was al de grootste van de roep en dan sprong hem weer weg en dan was hij weer niet eens verdwijnen. En dan zo'n woon plus, zo gezegd, dat was in de rooie. Ja, ja. Dus ja, dan was dat heel gemakkelijk, dan kosten ze hem niet vinden. Gewoon ja, ja. In de rooie. Nee, maar het kwam vroeger in de rooie, nee, maar het heeft niet. Maar als je nou de rooie wandeling doet, want wit weer kon die stijgen. Hè. Wapper. Zijn die nou hier eens tegengekomen? Wel eerlijk gezegd niet. Nog niet? Ah oh, nee, maar het zou wel kunnen dat hem hier nog ergens is. Zeg, wat we horen nu, de tram voor het moment. Ja, ja, de tram, ja. Tram 4, hè. Ja, we zitten hier in de Ruijen. Ja. Ja. Van waar komt eigenlijk de naam Ruijen? Dat komt van een Keltisch woord, roya, R-O-Y-A. En we vinden daar in het
woordenboek, rooie. En we zijn dan in de 16e eeuw. En een rooie is rui geworden. Een rooie is rui geworden en een rooie wil eigenlijk gewoon zeggen een waterloop. Ah, bom, maar in Antwerpen hadden veel waterlopen. Hè. Denk aan de Vesten, om de Vlieten, om de Raaien. Dat zijn inderdaad de waterlopen van Antwerpen. In Antwerpen waren er 8,5 kilometer water. We zitten hier onder de grond, maar hoe diep zitten we onder de grond? Wel, als je dat telt van hier tot boven, tot aan de straat, zitten we ongeveer 6 meter onder de grond. En dat is de bodem van de rivier, van de stroom, van het kanaal. Ah, dit is de bodem van het kanaaltje? Ja. Dus met andere woorden, dat kwam dan... Wel, moest het water van de Schelde vandaag hier binnenkomen, hè? Ja, ja. Dan komt het ongeveer op die hoogte. Ja. Dus denk dat hier weg. Ja. Zet hier muren, zet hier kademuren, maak dat hier open. Ja. En dat is hier boven 80 centimeter dik, dat is niet zoveel. Ja. En dan kom je dus inderdaad hier terug, lekker in de oude tijd. Als het donker weer in ons water steekt, aan de water. En wanneer is dat gebouwd hier? Dat is stapsgewijze gebeurd. We gaan stapsgewijze die ruien overwelven. En de reden is eigenlijk simpel. In de Gouden Eeuw van Antwerpen, dat wil zeggen, in de jaren 1500, 1585. En er woont 100.000 man in Antwerpen. Dat water, dat wordt vuil. Ja, ja. En dat gaat stinken. Ah, dus ze hebben gewoon het overwelfd om de stank weg te krijgen? Maar niet in één keer, hè. Om de stank weg te krijgen, dat is goed, maar ook om nog iets anders. Want als je 100.000 man hebt in die stad en je kunt overwelven en de plaats om te bouwen, dus ik heb twee vliegen in één klap. En wie gaat ermee beginnen? De rijken. En die hebben te veel stank voor de deur en die gaan zeggen, dicht. En waar gaat de stank naartoe? Naar mijn gebuur. En die gebuur zegt, ja, maar ik heb zoveel geld niet. En de stad zegt, ik zal wat bijleggen. En zo gaat je stuksgewijze overwelven. En hoe lang hebben ze erover gedaan? We zijn begonnen eigenlijk, Axel, in de 15e eeuw al eens tussen. En voornamelijk ook in de 16e eeuw. En we gaan pas op het einde van de 19e eeuw alles overwelven. Omdat we dan ook de Schelde gaan rechttrekken. Dat is juist, dat is ook die periode. We gaan dan ook die vlieten dempen. Ja. We gaan de Zuiderdokken graven. Tegenwoordig? Ja. Voor wat worden de ruien nog gebruikt? Kijk, als je die buis daar ziet lopen. Het is de mogelijkheid om de riolering aan te sluiten. Op een zuiveringsstation gebeurt eigenlijk via de overwelvende ruien. Dit is een ode aan de stront van Antwerpen. Jong. Ik ga u meer zeggen. Hè. Als Napoleon hier kwam in Antwerpen, hè, weet je wat hij zei? Nee. Het stinkt in Antwerpen, zei hij. En Napoleon is begonnen met de verplichten van te overwelven. Ah, bon, dat is een... Want Antwerpen heeft heel veel te danken aan die man. Het is geen grote, maar we hebben er veel aan te danken. Alhoewel dat we het niet willen geweten hebben. Hè. Dankzij Napoleon stinkt Antwerpen niet meer. Ah, voilà. De lange wap is misschien niet door de mensen opgepast. Het gezet dat hij in het donker stond, het zwijg en modder plast. Daarom geef ik u een goeie raad en lustig voor mijn mond. Loopt s'avonds niet te laat op straat, het is gevaarlijk en ongezond. Het is gevaarlijk ongezond, vertel het rond.